NV Soma Apotheek heeft vanmorgen in verband met haar 20-jarig bestaan een health check georganiseerd. De apotheek is op 12 juli jarig en wil met dit evenement de samenleving bewust maken van hun gezondheidsstatus. Tijdens deze health check konden mensen hun bloedsuiker en hun bloeddruk laten meten. Daarnaast was er veel informatie te halen over een gezonde levensstijl, zegt Rakesh Gangaram Pandey, apotheker, tevens directeur van Apotheek Soma. En wat we hebben georganiseerd is een dag waarbij we verschillende metingen doen. Onder andere doen we de glucose, bloedglucosemeting, de bloeddrukmeting. De oogpolie van het Academisch Ziekenhuis heeft ook geparticipeerd, dus er worden ook oogmetingen gedaan. En we hebben ook een internist ter beschikking die dus ook de mensen kan, informatie kan voorzien afhangende van verschillende meetwaardes. We hebben, als ik even door mag gaan, hebben we ook een body scan. Daarbij, dat is door het fysiotherapiepraktijk Boeru Swing, heeft daaraan meegewerkt. Dan worden de mensen gemeten qua lengte, qua buikomvang, qua gewicht. Er wordt gekeken naar hun vetmassa, spiermassa. Dus eigenlijk kan je zeggen, je krijgt een volledige check-up om te weten hoe het met jouw gezondheidstoestand is. Want het is belangrijk om te weten hoe we ervoor staan. Want we weten dat voorkomen beter is dan genezen. Dus vandaar dat we dachten van laten we dat op deze manier inkleden. En zo ook een beetje onze verjaardag vieren. Gangaram Pandey was heel tevreden met de opkomst. Dat geeft aan dat er grote behoefte bestaat bij de mensen om hun gezondheidsstatus te weten, benadrukt hij. Het was opvallend dat er veel oudere mensen op dit evenement zijn afgekomen. Misschien denken de jongeren dat ze jong zijn, dus ook gezond, zegt Gangaram Pandey lachend. Ik weet het niet. Het is inderdaad zo, we organiseren dit soort dagen niet misschien zo omvangrijk. Maar een beetje in een kleinere opzet organiseren we regelmatig. En je ziet inderdaad dat meer de 45, 50-plussers komen. Maar ik moet zeggen, als we soms jonge mensen ertussen krijgen, dan kan het soms schrikbarend zijn wat voor metingen we soms aantreffen. Dus het is denk ik ook goed voor de jonge mensen om op zulke activiteiten af te komen. Omdat het ook goed is om zo vroeg mogelijk te weten hoe het met jouw gezondheidstoestand is. Wat we vaak zien op dit soort dagen is dat de glucose, dus de suikergehalte of suikerniveau van de mensen toch relatief hoog is. Dus dat is al een soort, laten we zeggen, een soort melding dat er eventueel sprake kan zijn van diabetes. Dat is ook een van de veel voorkomende ziektes in Suriname. En daarnaast zie je ook bij de bloeddruk dat het regelmatig ook wel hoog is. En dat is dus die bloeddruk, hypertensie, is ook een van de aanleidingen om te weten dat er sprake kan zijn van hart- en vaatziektes. Tot zover Rakesh Gangaram Pandey, apotheker en directeur van Apotheek Soma. Hij sprak vanmorgen tijdens de Health Check, die is georganiseerd in verband met het 20-jarig bestaan van de apotheek. De Health Check is gehouden op de parkeerplaats van de apotheek aan de Akswijkstraat.